werken we eigenlijk met smog op school. Dus wij hebben met het hele team een bijscholing gekregen rond smog. Spreken met ondersteuning van gebaren. Ja. En die passen wij dus toe, maar wij niet alleen, ook onze collega's. Ja. Wij gaan die in de toekomst toepassen. Zodat de kinderen duidelijk. Ja. Kinderen die dan ook niet durven spreken of de woorden als het gaat nog niet weten, die kunnen eigenlijk door de hand van een gebaar ook aan ons iets duidelijk maken. En dat werkt eigenlijk heel goed. Die dingen nu een maand of twee doen, denk ik ongeveer. Dat iets langer al eigenlijk, volgens mij al. Ja, dan voor de kerstvakantie. In elk geval, het werkt supergoed. Ja, het werkt echt heel goed. Er zijn heel veel kinderen die niet durven praten en die dan als antwoord op onze vragen het gebaar geven.